Hallo mensen, Kreiner en Stella Crown is gereleased. En daarom mogen wij van Pokémon deze 12 packs openmaken op de hoop dat wij de Terrapagos alt-art gaan vinden. We gaan even snel door het boekje heen, zodat ik jullie kan laten zien wat voor vette arts erin zitten. Check gewoon deze gouden Terrapagos EX. We hebben natuurlijk al één keer eerder gekeken naar de set, maar deze keer hebben wij gewoon 12 pakjes van Pokémon zelf om doorheen te gaan. We hebben al vaker packs gesponsord, dus grote shout-out naar gewoon de Pokémon Company International. Er zijn natuurlijk heel veel mooie normale arts, maar we gaan natuurlijk voor die prachtige alt-artjes die achterin liggen. En als je dan mij vraagt, Krijn, wat is jouw favorite art? Dat moet wel die Squirtle zijn. Check deze kaart. Ook vind ik de Zeraora echt super mooi en de Lapras shiny kaart is echt heel gaaf. Heel toevallig hebben we hier gewoon een hele alt-art vast, maar laten we beginnen met die prachtige Terrapagos. Ik heb dus al één keer eerder pakjes opengemaakt van deze set en daar heb ik helaas niet een van mijn chases uitgehaald. Dan hebben we daar de codekaart. Dan gaan we één kaartje naar achteren en geef mij water. Oh nee, het is Grass en ik was vergeten hoe vet die patronen zijn op de energiekaarten. Zie gewoon al die mooie vormpjes. Dan beginnen we daar met een hele mooie Applin. Het is gewoon letterlijk een appel waar je een hap uit kan nemen. Is daar Fledgling, Fallings, Purugly. Nou, zo lelijk is niet. Het is gewoon meer een buff kat, joh. Dan hebben we daar Toadscroll. Ook heel erg mooi met de Kofu. Hier hebben we de vorige keer een hele mooie full art uitgehaald. En ik blijf ook met deze set doorgaan totdat ik hem compleet heb. Wij hebben gewoon een hele mooie Brawlbinder gehaald om de kaarten in te stoppen. Dan is daar de Minchao. Diancy met de Pami. Mijn ogen gaan dicht. Het eerste pakje. Wat zit erin? Oeh. Ah, we hebben net een Cinderace pack art gehaald. Maar damn, wat is deze kaart vet. Hij trapt gewoon met de voet uit de art. Misschien heel gek om te zeggen, maar de kaart voelt echt heel gaaf. Overal zit gewoon een gek patroon op. Dit is echt een van mijn favoriete Terra kaarten. Ze worden steeds mooier. Ik moet hem nog hebben. Alle kaarten moeten sowieso in de binder. Dus let's go jongens. Hier ben ik echt mega blij mee. En dan gaan we natuurlijk nu gewoon over naar een Cinderace pack. Let's go! Wat begint deze video live? Oh mijn god. En besef dat dit pas mijn tweede unboxing is van deze fantastische set. Dan zit hier onder Grus. Onder het water zit de Cubone. Daar gaan we dan. We hebben de Glimmow. We hebben daar de Area Zero Under Depths. Dit is een area waar ik nog zeker een keer ben geweest. Dan hebben we daar Crabom. Probeer deze eens normaal uit te spreken, jongens. Krabominabele. Ik zeg hem gewoon altijd met een accentje. We hebben daar Ravavroom. Tornadus gaat hier onder de Illustration Rare zitten. En dan is daar de Iron Boulder. Hier heb je ook een hele vette tin van. En dan nu de Lapras pack. Ik moet jullie zeggen, ik ben al jarenlang natuurlijk groot Pokémon fan. Ik unbox heel graag alles wat uitkomt. Maar die Charizard box die Pokémon heeft uitgebracht, dat overtref je gewoon niet. Er zit zo'n vette statue in. Grus. Hier ga ik ook een unboxing van maken. Pokémon oprecht. Naast dat ik jullie een shout-out geef voor gewoon deze vette pakjes, wil ik jullie ook gewoon een shout-out geven van de bodem van markt. Want dankzij jullie kan ik deze vette video's maken. En jullie nailen het elke keer met die nieuwe producten. Ik denk dat het vetste wat de afgelopen tijd hebben uitgebracht, die 151 Ultra Premium Collection box is. Maar, Charizard box, ik moet hem nog openmaken en misschien wordt die wel mijn favoriet. Dan hebben we daar Toadscool, Varoom met de Archaludo. En dan weer de laatste pack art, de Galvantula. Of hadden we net al de Galvantula geopend? Ik weet het niet meer. Dit pakje gaat in ieder geval open als boter. Eentje naar achteren, fire. Oh, fire. Dat is fire. We hebben gewoon die Firepool Cinderace al gepoeld. Oh, dit ruikt lekker. Ravavroom. Grand Tree met de Gulpin, een Boefaloan. Wat een contraste kaart. We gaan van een boom naar schattigheid. Daar gewoon iets wat een boom omver kan stoten. Wat ziek. We hebben gewoon weer een Ace Pack kamer. Hij blendt echt perfect met mijn paarse achtergrond. Paarse kaarten, Ace Packs, het beste wat me ooit is overkomen. Ik heb het één keer al in een potje gespeeld tegen iemand. Ace Packs, je mag ze maar één keer gebruiken in de game. Het zijn wel hele vette kaarten. Ja, dit is echt leuk. Dit is echt heel leuk. Ja, en zo heb je natuurlijk mensen die gewoon heel erg van planten houden. Maar wat ik gewoon doe is gewoon heel veel boomkaarten hebben. Als ik gewoon zo'n Grand Tree plant, dan heb ik al mijn eigen plantje. Ik bedoel, het is ook gemaakt van een boom. Dan zit hier onder Grus. Dan hebben we daar een Eevee. Cyclizar. Dit is, geloof het of niet, een hele vette fiets. Dan hebben we daar de Briar, Azumarill, Area Zero. Heel mooi. Ook hier heb ik al een illustration kaart van. Met de Vigavolt. En de Dreadnought. Dat moet je wel zeggen. Die de Leap heb ik wel weggegeven aan een fan van mij. Dat kan je ook terugzien in mijn laatste video van Stellar Crown. En ik ga nog heel veel openmaken van deze set. Want dit is natuurlijk niet een special set. Nee, dit is gewoon een full-on Pokémon set. Grus! Ja, jongens. Ik heb echt een groot uitgepakt. We hebben nog een boosterbox liggen. We hebben nog... Wat? Een Pajappa? Pajappa Berry? Oké, lol. Build and Battle Stadium box. Geen idee of die er ook nog is van deze set. Maar we gaan hoe dan ook alles openmaken. Je ziet het. Booster box, 3-pack blizzard en die trainer box. Heel veel van deze set gaat nog geopend worden. En ik meen het als ik het zeg, ik wil doorgaan totdat ik deze set compleet heb. Dan hebben we daar Lantern met... We
hebben we Lucario EX. Oh, wat ziek, wat ziek. Dit is een kaart die wel al eerder gepoeld is, maar niet door mij. Lucario EX, hij geeft gewoon meteen een punch. Ik vind hem heel ziek. Deze gaat gewoon meteen toegevoegd worden aan onze binder. En willen jullie nou dat ik alle kaarten die in de binder gaan ook aan jullie laat zien in mijn volgende Stellar Crown opening? Laat het dan aan me weten. Psychic. Het is psychic. Dan hebben we daar Fledgling, Frogadier. Want ja, voor de mensen die niet weten, deze video is gemonteerd door een editor. We hebben gewoon onze eigen editor. En daardoor kunnen wij vaker uploaden. Dan hebben we daar Toadscroll, Fledgender. Pangoro, de grote panda. Oh jongens, nog maar 5 pakjes te gaan. En dan zijn we er gewoon al. Normaal doe ik natuurlijk Godpacks maken. Maar dat doe ik wel als we die boosterbox openmaken. Lighting! Oh, back on back, energiekaart. Ik wou misschien weer een speedrun gaan doen. Ook kan ik natuurlijk gewoon met een YouTuber weer de boostbox openmaken. Of ik kan, wat ik al een keer eerder heb gedaan, gewoon een hoop challenges doen. En een hele boostbox aan inhoud weggeven aan jullie. We hebben daar Crabominable, Rookie, Illustrator. Illustrator, de goldpin. Ik heb letterlijk een week geleden een bruiloft gefilmd. Daar hadden ze ook een hele grote vette taart. Wow, yo, dit is ziek. En dan zeggen Oren zitten onder. Maar wat een vette kaart is dit. Check deze schattige goldpin. Nou, welke Gulpin kaart vinden jullie mooier? En wat zeggen we dan? Oké, alweer Lapras art. Kunnen we nou die Lapras kaart voelen? Ik moet jullie wel zeggen, van Pokémon zelf heb ik niet vaak zulke goede unboxings, hoor. Maar dit is ook wel de eerste keer dat Pokémon mij gewoon 12 pakjes geeft. Dan hebben we daar Jirachi, Electivire, Talonflame, Briar. We gaan ook gewoon echt over van normale EX-kaart naar Ace-back-kaart, de EX-kaart, de Illustrator en naar Full Art. 5 pulls hebben we gewoon al gehaald. Terwijl we maar 12 pakjes openmaken uit deze video. En elke kaart moet ik gewoon nog hebben, dus mijn dag kan helemaal niet meer stuk. Ik moet wel snel de kaarten in een sleeve gaan doen. Laten we dat na dit pakje even snel doen. Tuga, Graveheart, Impidim. Jullie gaan het niet geloven, maar zelfs hieronder. Het zit gewoon... Nou. En zover ik weet is het de eerste kaart van de set. We beginnen gelijk met de vette Venusaur EX. En deze popt er echt goed uit. Ik heb nog niet uitgebreid gekeken naar de kaarten in de set. Maar zit er dan ook gewoon een Blastoise en een Charizard EX weer in? Dat zou echt heel erg gaaf zijn. En dan gaan we weer over naar het ene laatste pakje. En zijn jullie het nou warm gemaakt door deze unboxing? Ga dan langs bij een van je lokale winkels. Haal wat vette Pokémon pakjes. Check ook gewoon de website van Pokémon zelf. Linkje staat in de bio. Het is Dark. Alweer die Gulpin. Gulpin Power. Er is daar Rhydon, Morgrem, Frogadier. We hebben daar Purgly, Chewtle. Let's go. Call van Tula Terra kaart. Fighting. Riolu, want deze is ook echt heel erg schattig. We hebben daar Swallowed, dan hebben we daar Togedemaru, Marowak. En vond je het nou een leuke video, laat zeker altijd dat blauwe duimpje achter. En laten we gewoon die vette video's met Pokémon voortzetten, jongens. We komen nog zoveel toffe openings aan. Dan zit hier onder de Slowpoke. We hebben geen Ace Pack. We hebben geen Illustration. We hebben wel de tromgeroffel voor de laatste kaart. Mijn ogen gaan dicht. Jullie zijn de eerste die het zien. Zijn jullie ready om mij enthousiast te horen? Oh, yo! Uit de Galvatina pakje hebben we gewoon deze. Oeh, die Rainbow Rand. We hebben gewoon een Full Art Terra kaart. 6 pulls uit de eerste opening. Dit zag ik echt nooit aankomen. We hebben gewoon de Galvatina EX. Zo vet met al die kristalletjes eromheen. Hij heeft wel echt veel ogen. Dat is wel een beetje eng. Maar ik vind hem echt super gaaf. Ik ben echt mega blij ermee. Vette Rainbow Rand. Pokémon, jullie zijn echt super goed bezig. En check gewoon de 7 kaarten die we hier hebben liggen. 7 kaarten uit 12 pakjes. We hebben gewoon een pull rate hoger dan de helft. En als je nu aan mij vraagt wat mijn meest favoriete kaart is, dan moet dat toch wel gewoon hele vette, schattige Gulpin zijn. Nou, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden, jongens. Like, abonneer, reageer. Zet dat belletje aan en vergeet ook zeker niet om te klikken op mijn vorige video dankzij Pokémon heb kunnen maken. Love you. We gaan voor de 10k. En dan zie ik jullie snel weer. Wow!